Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe Body & Mind les. De les is vooral gebaseerd op het meditatief zijn, meditatief bewegen. Het volgen zeg maar van je ademhaling in de oefeningen, in de stretch, maar ook in het stilzitten, in het stil zijn. Dus kom er lekker bij zitten. Als je wil, breng wat onder je heupen, onder je billen. Iets van een kussentje, een handdoek of iets wat in ieder geval zorgt dat je heupen wat hoger zitten. Je kan je benen gewoon kruisen. En als je het prettig vindt, kan je ook gewoon ontspannen gaan liggen op de grond. Met je handen ietsje naar buiten. Armen wat los van de ribben en de oksels wat open. Zorg in ieder geval dat je ontspannen ligt. En probeer ook vanuit ontspanning te zitten. Je kan je ogen sluiten. Kan je ogen open houden wat je zelf prettig vindt. En probeer in eerste instantie te richten op je ademhaling. En je lichaam. Dus je voelt de houding waarin je zit. De houding waarin je ligt. In het zitten, in het liggen, voel ook de natuurlijke stroming van je adem. Rustig in door je neus. Ontspannen uit door je mond of uit door je neus. Maak even contact met het lichaam. Als je zit met je billen en je benen. En als je ligt, voel jezelf op je rug liggen. Met je onderrug ontspannen, je bovenrug en je schouders, je benen. Ook je achterhoofd, dus de middenlijn van je achterhoofd raakt de mat. Als je te veel spanning in je nek voelt, leg ook weer iets onder je achterhoofd, waardoor je hoofd wat meer neutraal is. En dan iedere keer weer de aandacht naar de oefening. De aandacht naar je buik, de aandacht naar je adem. Dat is voor mij meditatie, is je aandacht en mindfulness, is met aandacht leven, met aandacht zijn, met aandacht werken, gewoon gedurende de dag. Dat is wat we ook nu met de oefeningen gaan doen, in het zitten, in het staan, in het liggen. Dus als je wil, sluit je ogen. Als je zit, breng je schouders licht naar achter. Als je op je rug ligt, voel je schouderbladen rusten op de grond. En dan de lengte vanuit je kruin bij het zitten. Voel je billen goed op het kussen, op een handdoek of op de grond, op de mat. En als je eenmaal ontspannen zit of ligt, breng je aandacht naar je buik, naar je adem. Hou je buik zacht. Voel je buik bewegen. Dus bij de inademingen. Komt je buik omhoog als je ligt en zakt weer terug omlaag bij de uitademing. En als je zit voel je buik iets naar voren gaan bij de inademing en weer terug als het ware iets naar achter als je uitademt. Dus dat is de oefening. We gaan een klein stukje klankschaal doen. De oefening is dat je dus bij je adem blijft, bij je buik. Iedere keer dat je de klankschaal hoort, dat je even teruggaat waar je bent. En als je bemerkt dat je in je hoofd zit, in je denken, in gedachten, keer weer terug naar je buik en je adem. Kom bij je adem, kom bij je buik. Voel de lengte van de inademingen, de lengte van je uitademing. Voel je buik bewegen. De rust en de stilte, dus ondanks de geluiden die er zijn, binnen, buiten, blijf je gericht op je ademhaling. Je laat de geluiden er gewoon zijn, zonder erop in te gaan. Je neemt ze waar. Je blijft bij je buik, je blijft bij je adem. Dus lengte van de inademing en lengte van je uitademing.
Dus terwijl je bewust ademt, blijf in contact met je houding, je lichaam. In plaats van in je hoofd te zitten, in je denken, ga je juist naar het lichaam, naar je buik en naar de ademhaling. Een paar tellen voor de inademing en misschien voel je dat je zonder moeite wat langer uitademt. En je probeert de adem te volgen vanaf het begin tot het eind. Dus de inademing heeft een begin en een eind. Dan krijg je de overgang naar de uitademing, dus waar de uitademing begint en waar de uitademing ook weer eindigt. En dan weer de overgang naar de inademing. En die cirkel als het ware, waarin je ademt, inademen. Einde van de inademing, begin van de uitademing. Einde van de uitademing, begin van de inademing. Dus probeer je in een vloeiende cirkel als het ware door te ademen. Voel je buik opkomen en weer rustig zakken. Ontspanning in je ogen, je gezicht, de armen. En ontspanning is het niet aanspannen. Hoe meer je kan ontspannen, hoe zwaarder je lichaam als het ware wordt. Hoe verder je wegzakt in je mat. Probeer je geest alert te houden, wakker te blijven. Door bewust te blijven van het hier en nu. Van de oefening en je ademhaling. Blijf je adem volgen, rustig in, rustig uit. Als je met aandacht de adem volgt, masseer je als het ware ook je geest. Door je geest, de drukte in je hoofd, de machine die continu doordraait, als het ware meer tot rust komt. En die rust is essentieel voor een goede gezondheid, vitaliteit. Inademen, uitademen. Voel je buik, voel de rust, de stilte. Dus blijf je adem volgen. En als je op je rug ligt, bewust je benen intrekken, zet je voet op de mat. En dan rol je door naar je rechterzij. En dan kom je rustig omhoog om te zitten. Ja. Je de benen kruisen als je zit. Blijf je rustig zitten. Rol je schouders naar achter. Handen op je benen of handen in je schoot. Zit wat achter op je billen. Nogmaals, zonder spanning in je buik. Dus probeer je buik te ontspannen, zodat ook de organen kunnen ontspannen. Ja. Dan brengen we de handen op elkaar voor je hart. Op de inademing een paar keer rustig omhoog. Voel de zachte stretch. Op de uitademing rustig omlaag. Ja, zie je met de aandacht voor de oefening. Voel de warmte tussen de handen. Voel je armen meer strekken, voel je armen weer buigen. Dus je beweegt in je eigen tempo. Bewust omhoog. Ja. Bewust omlaag. Dus op het ritme van de adem. Zolang je inademt is de beweging omhoog. En bij de uitademingen voel je armen weer rustig zakken. Doe nog een paar keer. Bewust omhoog. Voel de strekking.
En als je zakte, voel de lengte in de romp, zonder dat je wervelkolom inzakt. En rustig op. Rustig neer. En dan brengen we de armen omhoog. Hou de armen lang. Ja. Als je te veel spanning voelt, armen meer buigen. Dan brengen we handen, vingers in elkaar. Draai je handen open naar het plafond. Voel de strekking van de armen. Til je schouders even op en laat ze weer zakken. Voel de balans in de heupen en de billen. En dan rustig bewegen we naar links en naar rechts. En voel de stretch. Hou je billen goed op de mat. Hou je schouders laag als het lukt. Ellebogen strekken. Probeer ook de stretch te voelen. Door je handen, door je vingers. Naar de ene kant adem in en naar de andere kant adem uit. Dus in de beweging voel de adem continu doorstromen. Ja. Hou de rust in je benen. Ja, bewust naar rechts of naar links. Doe nog één keer rechts, één keer links. Kom je weer met aandacht in het midden. Draai je handpalmen naar elkaar toe. Hou de wervelkolom ontspannen lang. En laat je armen rustig zakken. Zet je vingertop op de mat. In de vooroverbuiging. Hou je billen goed op de mat. Of waar je dan ook op zit. En voel je hoofd ontspannen. Je kin richting je borstbeen. Je hoofd is zwaar. Voel je benen, voel je billen. Dus blijf in contact met de oefening en de ademhaling. En de rust in je gezicht, maar ook je vingers. Rust en stilte in de handen en de vingers. De adem in, adem uit. Voel je buik bewegen. In door je neus, uit door je mond, uit door je neus. Voel de houding zoals die is. Voel wat het doet met je onderrug, met je schouders. Maak contact met je benen. Vooral contact met de adem. Laat de adem het werk doen. Heel goed. Kom je langzaam op. Gaan we linkerbeen strekken. Hou je rechterhiel in. De voet tegen de binnenkant aan van je linkerbeen. Hou je tenen omhoog. De ruimte bij de billen en de heupen. Voel dat je op beide billen zit. Adem in, maak je lang. Adem uit, draai bewust en rustig naar de knie. Dus naar de rechterkant. Let op de stand van de schouders. Ontspannen naar achter. Vind de rust voor je nek. Blijf bewust van je linkervoet met de tenen omhoog. Voel je buik, voel je adem. Voel je buik bewegen. Blijf bij jezelf. Hou je aandacht laag als het ware, de energie laag in je buik. Een zachte stretch door de wervelkolommen vanuit je kruin omhoog. Hou je billen, je zitbotten, je staartbeen goed naar de grond toe, op de grond. Dus neem de tijd om te ontspannen in de oefening met de aandacht. Door je op je adem gericht te blijven, neemt de ontspanning rustig toe, zowel fysiek als geestelijk. Maak je weer lang, rek je uit, terug naar het midden. Op een uitademing draai je naar links. Rol je schouders licht naar achter, je borst draait meer naar links. En vind weer de rust voor je nek, de rust voor je schouders. Gezicht zacht en ontspannen, blijf bewust van je linkervoet, tenen omhoog.
Weer met de aandacht en bij de adem in, adem uit. Voel je buik bewegen. Voel de grond, hè? Voel de mat. Voel je handen, voel je vingers. Zachtheid, ontspanning in de huid. Je tong ontspannen, mond, lippen, kaken, ogen. Inademing, uitademing, rust en stilte. Dan de inademing, weer de armen omhoog, rek je uit. En gewoon heel ontspannen. Hè? Ga je omlaag. Zet je vingertoppen neer, je handen neer, waar ze ook uitkomen. Hè? En laat je romp met de zwaartekracht mee zwaar worden. Probeer niet te forceren. Probeer juist geen kracht te zetten, maar de rust en de ontspanning te gebruiken vanuit de adem. Hou je tenen goed naar je toe. Voel je heel wegstrek en je knieholte druk je zacht omlaag. Is de adem in en adem uit. Is de middenlijn van de hiel, raakt de grond. Hoofd, nek ontspannen, voel de stretch door je wervelkolom, door je heupen, je onderrug, door je been. Met name je linkerbenen, de achterkant. Vooral als je de hiel op de grond houdt en de knieholte omlaag drukt. Voel dan de stretch door je been, door je kuit, knieholte, hamstrings, achterkant, bovenbeen. Nog een paar ademhalingen in en uit. En dan kom je op de inademing weer omhoog. Hè? Maak je lang, handen bij elkaar. Voel je armen zakken, hou je rug ontspannen lang. Inademen, uitademen. En dan met aandacht, hè, de overgang van de ene kant naar de andere kant, tenen omhoog. Ja, breng je knie naar buiten. Voel je voet tegen de linkerkant van je been aan. Binnenkant been, tenen omhoog nogmaals. Knieholte omlaag, hè. Voel dat je rechtop zit, schouders licht naar achter. En dan op de inademing maak je weer lang, rek je uit, voel de stretch. Adem uit, draai eerst naar de knie. En rol je schouders licht naar achter. Ontspanning voor je nek. En dan de inademing, uitademing. Voel je buik. Voel de rust in de oefening, de zachte stretch, de massage van de adem, een ontspanning in het gezicht. Eventueel van binnenuit een hele lichte, ontspannen glimlach, hè, zodat ook de spieren in je gezicht kunnen ontspannen. De rust en de stilte. Voel je buik, voel je adem. Goed, adem in, maak je weer lang. Hou je voet recht omhoog, je rechtervoet strek uit. Op de uitademing draai je rustig, zonder kracht. Ietsje naar links. Naar rechts bedoel ik. Dus blijf rustig ademen.
Voel de rust voor je nek, kin iets in. Druk je knieholte omlaag van je rechterbeen. Tenen naar je toe. Voel de stretch en de draai. Dus je strekt je wervelkolom en je draait naar rechts. Rust voor je nek. Voel de adem in, bewust van de adem uit. Zonder druk, zonder spanning. Voel je buik bewegen. Bewust van je linkerbenen, met je knie naar buiten. Eventueel kan je ook iets onder je knie leggen. Als je knie omhoog staat en het wordt zwaar, is ook weer een handdoekje, kussentje. Blijf bij de adem in. Voel de balans in de heupen, de billen. De rust en de stilte. Bewust van je bovenrug en de schouderbladen dichter bij elkaar. Maak je weer lang, rek je uit. Gaan we rustig naar voren, bewust naar voren. Begin met de vingertoppen, waar gewoon waar je handen uitkomen. En laat je rond meegaan met de zwaartekracht. Hoofd ontspannen, nek ontspannen. Tenen naar je toe. Voel rustig de adem in en adem uit. Laat de zwaartekracht het werk doen. Als je hoofd ontspant, zachtheid in je gezicht, in je huid, eventueel een lichte glimlach van binnen naar buiten. Voel de stretch. Voel wat de oefening, de stretch met je lichaam doet. Waar voel je het meer, waar voel je het minder? Je neemt het waar en je laat het weer los. Je blijft gericht op je adem. De adem geeft ruimte voor je geest, je hoofd. Hoe minder gedachten, hoe meer ontspanning. Hoe meer ontspanning, hoe meer energie voor gezondheid, vitaliteit, levensenergie. En als je merkt dat je wat verder kan zakken zonder kracht te zetten, zak je wat verder. Het gaat eigenlijk vanzelf. Als je maar blijft ontspannen, dat is de oefening, de kunst van ontspanning. Zonder kracht te zetten. Kracht zetten is geen ontspanning. Ontspanning is als het ware door de adem te volgen, ontstaat de ontspanning vanzelf. Blijf je adem volgen, rustig in, rustig uit. Nog een paar ademhalingen, in en uit. En dan kom je weer met aandacht omhoog, adem in. Voel je rug strekken, breng je arm omhoog, handen bij elkaar. Voel de stretch. En rustig omlaag, met de handen bij elkaar. Ja, heel goed. En dan gaan we naar voren, kom je op je handen en je onderbenen. En probeer goed je vingers te spreiden, wijsvinger naar voren. Handen ongeveer schouderbreedte, voeten, knieën, heupbreedte. En je kan je tenen in de mat brengen. Zo, met de hielen omhoog. Of je laat juist je voeten wreven zakken. Ja, naast dat lukt. En dan met je schouders boven je polsen. Adem in. Hè. Adem uit. Een paar keer even opwarmen. In. En uitademen. Blijf je vingers spreiden. Hè. Voel de inademing. Voel de uitademing. Dus rustig bewegen, als een massage. Beweeg je in. In is omhoog, uit. Rug mooi rond. Spring je borst op bij de inademing. Staartbeen omhoog, adem uit. Kin in, staartbeen omlaag. Blijf je doorbewegen.
Zometeen bij de inademing, de strekking van je rechterbeen, teen omlaag. Adem uit, neus en knie dichter bij elkaar. Terug naar de mat en dan de wissel. Dus inademen, strekken. Uitademen, buig. Breng je knie omhoog. Zo beweeg je rustig door. Dus in is lengte. Adem uit. En weer terug. Goed je knie proberen te strekken en bij je heup en je bilspieren. De strekking vanuit de heup, waardoor de bilspieren activeren. Hou de rust in de bewegingen. Beweeg op je adem. In is strekken, uit is buig. Je adem in. Adem uit. Bewust. Houd de balans in je armen. Dus terwijl je benen achter gaat, houd de balans rechts en links. Dus de inademing en de uitademing. Doe zo nog één keer rechts voor jezelf. Strekken. En weer buigen. En weer strekken. En weer buigen. Heel goed. Dan brengen we de knieën naar buiten. Dat kan in de breedte van de mat. Maar als je een harde vloer hebt, doe je het in de lengte. Knieën zo ver mogelijk uit elkaar. Als je kan, laat je billen zakken naar je hielen. En dan heel rustig ga je omlaag. Dus laat je borst zakken. Blijf je rug verlengen. Hou je billen en hielen bij elkaar nogmaals. Je kan je hoofd gewoon ontspannen op de grond of op een blok. Voel de adem in en voel de adem uit. Voel de stretch door de binnenkant benen. Voel je voeten, voel je wreven. Even de rust en de stilte. Adem in, adem uit. Nog een paar keer rustig in, bewust weer uit. Heel langzaam kom je omhoog, hè? Beweeg je weer. Heel goed, en mag je even komen staan. Ja, schud je been even los. Schouders, hè, je hoofd, je nek. Goed. Gaan we het lichaam even losmaken in een paar staande oefeningen. Sluit je voeten, sluit je benen, als kan je knieën. Handen zacht op je bovenbenen, hè, dus zonder te leunen. Voel je rug strekken. En dan gaan we losjes. Hè. Nogmaals, handen ontspannen, ga je cirkels draaien. Gewoon in een gelijkmatig tempo. Hou je adem rustig. Dus voel de inademing. Voel de uitademing. In. En uit. En probeer de voeten goed op de mat te houden. Zonder dat de voeten of je tenen omhoog komen. Hou je gewicht wat op je hielen. En blijf dus bewust, hè, het strekken. Van je rug, van je wervelknop. Draaien we andere kant op. Ja? Dus rustig bewegen. Bewust bewegen. Voel de beweging in de enkels, hè, de knieën, de heupen. Ja? Zet je kin iets in. Voel je adem in en adem uit. Heel goed. Nog een paar keer. Mooi, en dan kom je weer in het midden. Schud je weer even los. Ja. Gaan we op het rechterbeen staan. De tenen naar voren. Gewicht op rechts. Breng je linkerknie omhoog. Gaan we als het ware van binnen naar buiten. Draai vanuit de heup.
Om je schouders stil te houden. Dan inademen, uitademen. Dus in en uit. Ja? Dus binnen omhoog, uit omlaag. In en uit. En als je balans kwijtraakte, geen probleem. Bouw je rustig op. Kijk naar één punt. Ja, en dan van binnen naar buiten. In een vloeiende beweging. Ja, heel goed. Ja, dus blijf je rug strekken. Lengte vanuit je kruin. Heel goed. Doen we nog één keer. En dan gaan we met hetzelfde been van buiten naar binnen. In en uit. Ja, dus mindfulness, meditatie, aandacht voor de oefening. Aandacht voor de beweging. Ja? Je kan je arm ontspannen meenemen als je wil. En voor je balans. Voel de heup bewegen. Probeer je been wat te strekken voor het standbeen. Ja, de ademhaling. In. Uit. In omhoog, uit omlaag. Nog een paar keer. Heel goed. En de laatste. Prima. En schud weer even los. Vooral ook even je standbeen. Een paar keer de hielen omhoog. Ga je op links staan. Hè? Voel dat je voet goed open is. Tenen naar voren. Schouders ontspannen. Knie op. Van binnen naar buiten. Dus inademen. Uitademen. Knie omhoog. Knie omlaag. Hè? Knie omhoog. Voet omlaag. Ja, zou je schouders zo goed als dat je kan, hè, recht, speel met je balans. Ja. En als het lukt, probeer je zo stil mogelijk te staan met je romp terwijl je been beweegt. Zo min mogelijk spanning in de armen, de handen, de vingers. Ja, de adem in, hè, adem uit. Dus in omhoog, hè, uit omlaag. In omhoog, uit omlaag. Nog een paar keer. Hoppa. Heel goed. En de laatste. Gaan we van buiten naar binnen. Ja, dus omhoog en kruis. Omhoog en kruis. Zonder stoppen. Tenzij je je balans kwijtraakt. Anders beweeg zoveel mogelijk continu door. In rust. Met zo min mogelijk aanspannen, zoveel mogelijk souplesse. Ja, dus de souplesse in de beweging. De souplesse van beweging in je gewricht. Ja, dus blijf ademen in, uit. Ja. Dus nogmaals, als je het kwijtraakt, pak het weer op. Doe nog een paar keer. Heel goed. En de laatste. Mooi. En schud weer even los. Een paar keer buigen. Mooi, 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 mooi. Schouders naar achter. Je handen dicht bij elkaar, als het lukt. Met je pinken bij elkaar breng je ellebogen naar binnen. Gaan we draaien met de heupen. Ja? Dus ook weer in een vloeiende beweging. Soepel. Dus ook al is de beweging wat sneller, hou je aandacht erbij. En vooral bij de rust van je ademhaling. Ja, dus in en uit. In en uit. Ja, dus adem en beweging, daar gaat het om. De aandacht voor de handen, de aandacht voor je armen. Voel je voeten goed op de mat. Hè? Probeer er zo min mogelijk vanuit je voet te bewegen. Hou je voeten recht naar voren. Goed naar voren, zij, achter, zij. Ja, is goed de borst open. Ruimte voor je longen. Heel goed. Nog een paar keer. Ja, en als dan je heupen weer voor zijn, gaan we naar de andere kant. Dus ontspannen beweging. Ja, dus adem in, adem uit. In, uit.
Voel je voeten, voel je knieën. Probeer je handen bij elkaar te houden of dichter bij elkaar. Ellebogen naar binnen. Borst op. Soepele beweging vanuit de heupen. En voel waar je het voelt. In. Uit. Nog een paar keer. Heel goed. En dan kom je even terug en lekker los. Schouders op en neer. Ja. Voeten weer heupbreedte voor de armen en de schouders. Adem in. Adem uit. Dus in omhoog. Uit omlaag. Dus goed je handen naar buiten. Vingers spreiden. Breng je armen naar achter. Ook weer in omhoog. Balans in de benen. Uit omlaag. Hou de lengte uit je onderrug lang. Vandaar je knieën wat gebogen. Dan is het makkelijker om je bekken te verlengen. Je staartbeen. In en uit. En let op je stand van je hoofd en je nek. Dus niet te veel naar voren. Hou hem kin meer in. Lengte vanuit je kruin. In en uit. Ja. Voel de armen bewegen. Bewust in. Handen naar buiten. Voel dat je schouders echt meedoen. Dus goed omhoog en naar achter. Goed omhoog en naar achter. Goed omhoog strekken. Strekking hier en naar achter. Ja. Heel goed. En de laatste. En dan gaan we terugdraaien. Dus van achter actief ontspannen van boven naar beneden. Actief en ontspannen. Ja. Dus actief. En ontspan. En weer de lengte vanuit je onderrug. In en uit. In en uit. Heel goed. Maak je lang. In en uit. Voel je rug. Strekken. Voel je armen actief. Neem ook je handen en je vingers mee. Dus goed naar buiten. En weer relaxed. Goed naar buiten. En weer relaxed. Heel goed. Voel dat je schouders meedoen. Bewust bewegen, in rust bewegen. Ontspanning in de knieën. Rust in je gezicht. Als je wil, sluit je ogen. Nog een paar keer. Hè? Goed naar buiten. En weer op. Goed naar buiten. En weer op. En de laatste. Heel goed. Blijf bewegen vanuit je schouders. Gaan we even rustig voorover. Kijk, breng je billen naar achter. En blijf bewegen. Adem in. Adem uit. Rustig in. Rustig uit. Goed. Langzaam kom je weer op. Voeten weer heupbreed, rol je schouders naar achter. Gaan we met het hoofd en nek in, uitademen. In, uitademen. In omhoog, lengte vanuit je kin omhoog. Kin omlaag. Ja, dus op en neer. Lengte in de onderrug, in en uit. Ja. Bewust omhoog, bewust omlaag, bewust omhoog, bewust omlaag. Nog een paar keer. En de laatste. Dan terug naar het midden, en vanuit het midden, naar rechts en naar links. Dus naar rechts en naar links. Naar rechts en naar links. Gewoon ook weer jouw ritme. Voel je voeten, voel je knieën. Gelijkmatig tempo. Hou je schouders licht naar achter. Dus haal de snelheid uit de oefening. Haal de stress en de spanning als het ware uit je systeem.
uit je hoofd, je geest, maar ook uit je lichaam. Door met aandacht te bewegen, met aandacht te ademen. Dus voel de beweging naar rechts, voel de beweging naar links. Hou contact met je voeten, je onderrug. Ja, en de beweging is als een massage. Nog een paar keer. Doe nog één keer rechts, één keer links. Heel goed, terug naar het midden en dan even los. Til je schouders op en laat ze vallen. Heel goed. Strek de armen uit en alsof je een lamp in en uit draait. Binnenbuiten. Je kan omhoog kijken, je kan ook je hoofd gewoon neutraal houden. Dus probeer te blijven draaien vanuit ontspanning. Let je op je onderrug, hè? Onderrug lang. Draaien. Binnenbuiten. Heel goed. En weer langzaam terug. Mooi. Brengen we rechter oor naar de rechter schouder. De rechter hand boven je linker oor op je hoofd. Linkerarm gaat schuin naar achter. Je vingertop omhoog. Dus druk je hand naar buiten. En dan de stretch als het ware. Zijkant hoofd, nek, arm, schouders. Je hand doet mee, je vingers. Dus voel de adem. Houd de balans in de benen. En je onderrug mooi lang. En natuurlijk weer de ademhaling in de stretch. Dus voel de adem in. Voel de adem uit. Voel de stretch heel rustig door je nek. Zonder kracht te zetten. De inademing, uitademing. Vingertop omhoog. Sluit je ogen als je wil. Maak contact met de oefeningen, met de stretch. Nog een keertje in en nog een keertje uit. En langzaam weer terug. Heel goed. En weer even los. Beide kanten. Beweeg je nek een beetje. Goed. Andere kant. Eerst weer de balans in de benen. Lengte in de onderrug. Strekking. Linker oor, linker schouder. Linker hand. Gedoseerd je hoofd opzij. Heet je arm omhoog, schuin naar achter. Ja, handpalm naar buiten. Vingers spreiden, vingers strekken. En dan gedoseerd rustig stretchen. Ja, weer met de hand naar buiten. Schuin naar achter als het lukt. Hou je onderrug lang. Balans in je benen. En dan de adem in en adem uit. Dus bewust in en bewust uit. Voeten recht naar voren. Ja. Voel weer de stretch in en uit. Bewust van je adem in en adem uit. Maak contact met de oefening, de stretch. Voel je voeten. Nog een paar keer in, een paar keer uit. Ja, goed, nog één keer in en nog één keer uit. En rustig uit de houding. Even los, hè, stretchen. Gaan weer een keer voorover. Breng je billen naar achter, romp is lang. En ontspannen zo. Los. Een paar keer met de hele romp bewegen. Armen gaan naar buiten. Armen gaan naar de buitenkant van de onderbenen. En je heupen bewegen. Armen zijn volledig relaxed, hè, ontspannen. Inademingen, uitademing. Heel goed. Nog één keer rechts en nog één keer links. En dan in het midden kom je weer rustig op. Strek je armen even uit, onderrug lang. Borst op. Vingers spreiden. Handen wijzen naar elkaar toe. Als je te veel spanning in je onderrug voelt, dan kom meer rechtop. Dus probeer weer vanuit je bekken te kantelen. En dan rustig je romp te strekken. Je rug te verlengen. Voel je buik, hè? Voel je adem in, adem uit. Als het lukt, ellebogen strekken, schouders laag. Oké, dan heel rustig, bewust weer omlaag. Mooi. Goed.
Ik wil nog één oefening staan doen. Kan in de lengte van de matten, kan ook in de breedte, wat je wil. Voeten goed ver uit elkaar. Gaan we via de zijkant met de borst op, stretch in. En als je buigt, dan stretch de uit. In omhoog, uit omlaag. Nog een paar keer zo. Probeer je handpalm weg te drukken. Ja? Als het kan, vingers omlaag, zodat je ook de pols meeneemt. In en uit. Ja? Voel je voeten, balans in je benen. En ook nu weer belangrijk, hè? Lengte in de onderrug. Ja, dus in de breedte of in de lengte van de mat, onderrug lang. En voel, zonder dat je borst naar voren zakt, hou je borst open. Ja, onderrug lang. En stretch weg. Stretch. Je kan langs je been zakken. Eén been. Of één arm laag, één arm hoog. Langs je been omlaag glijden. Probeer je handpalm weg te drukken. Ja. Dus in omhoog. Voel de uitademing. Als je kan, probeer je elleboog te strekken. Ja, elleboog te strekken. Zonder dat je billen naar achter schieten. Ja, nog een paar keer zo. Ja. Ga rustig doorbewegen. Ja. En dan gaan we met de rechterarm naar links. Hou even vast. Let op de lengte in de onderrug. Borst open. Voel je ademhaling. Bewust van je nek. Vingers spreiden. Oké, dan weer in omhoog. Andere kant. Hand naar buiten. Elleboog proberen te strekken. Borst op, onderrug lang. In de stretch voel je weer de adem. Inademing, uitademing. Voel je buik bewegen. En langzaam terug. Heel goed, weer even los. Ook je benen, rustig voeten weer naar elkaar. Shake, shake, shake. Heel goed. Dan gaan we naar de mat weer. Omlaag, hè. Zitten. Voeten heupbreedte. Handen aan de achterkant van de benen. Gaan we langzaam even afrollen. Ja. Middenlijn achterhoofd. Eventueel iets onder je achterhoofd. Trek even de benen in. Bovenbenen dicht naar je romp en breng je onderrug, heiligbeen, op de grond. Ja, dus voel je adem in, hè, voel je adem uit. Voel je hoofd ontspannen. Breng je schouderbladen zelf op de grond, op de mat. Rust in je gezichten, ogen, mond en kaken. En goed, zetten we de voeten weer even op de grond, ongeveer heupbreedte. Armen op de grond met de handen open. En dan brengen we de heupen omhoog en dan blijf je boven. Voel de afzet vanaf de voorvoet en de hielen. Voel de stretch door je bovenbenen. Hou het gewicht op je schouderbladen. Voel je adem in, adem uit, de balans in de benen. Voel je achterhoofd rusten, ook de ontspanning in je gezicht. Voel je buik bewegen in en uit. Hou je heupen hoog. Ja, blijf afzetten vanaf de voeten. Rust in de rest van je lichaam. Buik ontspannen, adem ontspannen. Gezicht relaxed, ogen zacht. Voel de grond, hè? Voel de mat. Voel je benen, voel je heupen. Bewust van je onderrug. En nog een paar keer in en nog een paar keer uit. En weer rustig terug. Langzaam bewegen. Blijf ademen. Voel je onderrug even rusten. Even de benen naar je toe. Bovenbenen richting je borst, je buik en dan rustig je onderrug, heiligbeen naar de grond toe. Maar ook je schouderbladen. Inademingen, uitademing. De aandacht voor de oefening. En de aandacht voor de stretch. Tot
de rust, de stilte. Oké. Voeten weer één voor één op de grond, op de mat. Handen ontspannen op je romp of op de grond, wat je wil. En nog een paar keer de knieën van rechts naar links. Dus voel de beweging van de benen als massage voor je onderrug. Je bovenrug is ontspannen, nek en schouders, maar ook je hoofd en je gezicht. Voel je onderrug op de grond komen. En ook dan weer omhoog als je naar de heup rolt. Ja. En de adem in. Hè. Adem uit. En een rustige beweging. Op je ademhaling. Vloeiende beweging. Hou in ieder geval je adem rustig. Bewust van de inademing. Bewust van je uitademing. Doe zo nog één keer naar rechts, één keer naar links. Heel goed, mooi. En dan mag je je voorbereiden voor de ontspanning. Dus ga lekker liggen. Ja, voel je benen strekken. Of je armen wat wijder met de handpalmen open. Of je handen op je buik, hè, wat je zelf prettig vindt. Dus ga rustig liggen. Eerst weer het contact met het lichaam. In de houding zoals die is op de grond. De inademingen, uitademing. En als je eenmaal ontspannen ligt, richt je op je buik, op je ademhaling. De rust, de stilte, eventueel iets onder je achterhoofd als je voelt dat je nek een bepaalde spanning heeft. Maak contact met dit moment, met de grond, met de adem. En iedere keer dat je de klankschaal hoort, breng je aandacht weer naar je buik, naar je adem. Adem in, adem uit. De rust en de stilte.
Blijf bewust hè, van je adem, van de houding waarin je ligt. Voel de diepere rust in jezelf, in je hoofd, in je lichaam, ook in je ademhaling. Neem je lichaam waar, vanaf je voeten tot aan je kruin. Voel je buik bewegen op het ritme van de adem. En ook rustig breng je lichaam weer in beweging. Hè? Met je tenen, je vingers, handen, voeten. Door naar de armen, schouders, hè? De benen, de heupen. Beweeg wat met je wervelkolom. Je hoofd rustig rollend van rechts naar links over het achterhoofd. En als je het fijn vindt, beweeg wat in je gezicht. En met je ogen, je mond en je kaak. Heel goed, blijf bij je adem in en adem uit. Zet je voeten bewust op de grond. Dan rol je door naar je rechterzij. En dan kom je nog even zitten. Kruis je benen, eventueel wat onder je billen. Voel het rechtop zitten met je schouders naar achter. Kin niet zien, hand op je benen, hand in je schoot. Dan richt je nog even op je buik, op je adem. Een paar momentjes van rust en stilte. Oké, lieve mensen. Dank jullie wel. Namaste. En heel graag tot gauw live hier bij Aerofit. Namaste.